Ik heb niet alleen twee bladen, ik heb ook een schuifhond op mijn rug. Goedemorgen, welkom weer in een video. Ik ben aan het ontbijten, of dan ga ik zo aan het beginnen. Verder kijk ik naar Jonossel's nieuwe video. En mijn voeten zitten ondertussen in een voetenbadje. Die twee bloedblaren die ik had zijn echt mega hard geworden en het doet best wel pijn. Vooral als ik er druk op zet, dus wandelen gaat nog wel een soort van, maar je hardloop gaat op dit moment gewoon echt niet. Dat vind ik best wel jammer. Want Boston is over 34 dagen en ik moet nog best wel wat trainingen doen. Dus ik ben nu eventjes in een voetenbadje aan het zitten. En ik heb verder straks een naald die ik met vuren even steriel gemaakt heb. Ik heb een gaasje, die ga ik straks weer medeknippen. Verder heb ik betadine zelf al overal voorbereid. En tape. Dus dacht ik straks goed verbinden. Maar goed, ik ga nu eerst even mijn vlog editen. Of nee, eerst ontbijten en Jong kijken. En dan ga ik mijn vlog editen. En dan zien we weer verder. Nou, ik hoorde net ineens allemaal water lopen. Ik denk, wat is er aan de hand? En dat ik blijkbaar... Oh, zat ik die bak met water om te kiepen. Dus nu ligt er overal water. En ik moet stofzuigen. Nog steeds. Ik ben heel benieuwd welke schoenen ik nu nog inkom. Video is geëdit. Vlog is geschreven. Het is inmiddels... 8:15 en ik ga nu naar de Veldeskliniek in Hilversum. Als ik te laat ben dit keer, dan heeft dit te maken met het feit dat ik de verkeerde camera bij me had. Ik had mijn oude camera meegenomen, zodat geen SD-kaart in. Dus dat is niet zo handig. Maar we zijn on our way. En als er geen dingen gebeuren onderweg, dan ben ik op tijd. Fingers crossed. 5 minuten te laat, dat erg ik vind. Ik blijf dit stukje echt super mooi vinden. Het is landgoed zonnestraal in Hilversum, maar dus de Veldeskliniek ligt. Ik ben weer klaar bij de Veldeskliniek. Peeling gehad. Als je wil weten hoe zo'n peeling in zijn werk gaat, dan moet je even de video van de vorige keer kijken. Ik zal hem, als ik het niet vergeet, even linken hier beneden. Annelijn zei dat mijn huid er heel goed uitziet. Ik ga daar zelf geen uitspraak meer over doen. Want op het moment dat ik zeg dat mijn huid er goed uitziet, krijg ik 3 nieuwe puisten. En dat is het begin van het einde. Dus ik zeg alleen, Annelijn heeft gezegd dat mijn huid er goed uitziet. Ik ben weer terug. Ik heb ondertussen nog even snel boodschap gedaan. Althans, ik dacht dat ik even snel boodschap ging doen. Maar het was mega druk. En toen ik thuis kwam, kon ik mijn auto niet parkeren. Dus ik heb 26 rondjes gereden. En daarna 26 rondjes gelopen. Om de boodschappen naar huis te dragen. En dat was niet echt wat ik voor ogen had toen ik even snel boodschappen ging doen. En zoals je in het vorige fragment waarschijnlijk wel door had, had ik ontzettende honger. Dat heb ik nog steeds. Maar gelukkig heb ik eten. Sushi om precies te zijn. Oh, nee, dat werkt niet. Een schaafwond. Dit heb ik dus overgehouden aan de CPC. En die zit precies op mijn broekrand. En dat irriteert mateloos. Dus ik heb niet alleen twee bladen. Ik heb ook een schaafwond op mijn rug. Ik ben lekker aan het werk. Het is inmiddels weer 4 uur. En ik denk dat ik een snackje ga maken. Ik had bedacht dat het misschien wel leuk was om iets te maken met... ik heb dus heel erg veel zin in frituur de hele tijd. Dat zei ik gisteren ook al. En ik heb net al sushi met tempura gedaan. En ik heb nu panko gehaald. En ik wil graag courgette. Wil ik gaan een soort van in een pan met gaan frituren met panko. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik heb het wel eens gegeten ergens. Ik ga nu gewoon even opzoeken hoe dat werkt. En dan ga ik het uitproberen. En dan wil ik ook nog even een dip erbij maken. Als het niet lukt, dan heb ik het geprobeerd. Oké, ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. Dit is dus de courgette met panko. En dit is alcohol, malt en creamy met citroen, peper en zout en dille. Oh, wat een som. Top 4 uur snackje, alleen is het inmiddels al 4:30. Oké, ik besef dat ik al 2 dagen geen make-up op heb. En dat ik er dus ook al 2 dagen bij loop als een... zoals je ziet, zoals ik erbij loop. En ik besef ook dat ik echt heel erg aan het falen ben wat betreft vlogbeelden vandaag. Gisteren eigenlijk ook al. Wat ik niet aan het falen ben, dat is met mijn to-do list. Dat is ook wel eens belangrijk. Ik ben gewoon aan het werk, zoals andere mensen ook de hele dag aan het werk zijn. Maar ik weet niet, voor mijn gevoel had ik in januari iets meer vrije tijd of zo. Het is in ieder geval nu alweer 8 uur. Ik ben nog steeds bezig. Ik zit wel nu in bed. Zoals je waarschijnlijk al hebt gezien. Dus het werkt iets relaxter, maar ik ben echt nog lang niet klaar. Ook al ga ik er zo wel een eind aan breien.
En verder heb ik net gezien dat je morgen ook kunt stemmen bij het gemeentemuseum. Het gemeentemuseum, daar liep ik gisteren in mijn vlog langs. En toen zei ik dat ik heel graag naar die tentoonstelling van Hubert de Givenchy wilde. En ik zag ook dat er nu die tentoonstelling is van 100 jaar Mondriaan. En als je gaat stemmen bij het gemeentemuseum, wat dus 5 minuten bij mij vandaan is, dan mag je daarna gratis het museum in. Dus ik bedoel, ja, ik heb er eigenlijk niet echt tijd voor. Maar dat kan ik toch eigenlijk niet aan me voorbij laten gaan. Dit is trouwens een update van De Puist. Ik ben heel benieuwd wat hier mee gaat gebeuren. Oké, ik ga even mijn avondeten opwarmen. Ik heb een rode linzen pompoen kokossoep. Volgens mij is dit nieuw bij de Albert Heijn. Correct me if I'm wrong. Ik zag het pas vandaan staan. Ik ben blij dat mijn Apple Watch waarschuwt dat ik het debat moet gaan kijken. Kees heeft het niet gehaald bij mij. Ik had nog gehoopt dat ik deze 2 dagen in leven zou kunnen houden, maar het is niet gelukt. Ik vind het aantal kijkers hier op YouTube nog niet heel erg spectaculair. Als je bedenkt dat ze al 2 dagen aan het adverteren zijn levensgroot op YouTube. Dit is mijn toetje trouwens, een pancake. Het is inmiddels 9:15. Laatste debat is bezig tussen Wilders en Segers. Gesloten. Zodat ik morgen met een fris hoofd kan gaan stemmen. En ja, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen.